praten over eten, over lekker eten, goed eten en zeker ook gezond eten. Ron Simpson is van de Avocado Show. Ron, goedemorgen. Goedemorgen. En jullie zijn net, je komt net deze week terug uit Londen. Daar opent binnenkort ook jouw eigen avocado restaurant. Afgelopen maandag hebben we daar een pop-up geopend. Dus even een kleine test in Londen om te kijken of het werkt. Ik kan je trouwens al verklappen dat het werkt. En dan gaan we daarna op zoek naar een vaste plek. Want het werkt, jullie zitten in Amsterdam. Al een tijdje. Wat kan ik allemaal krijgen bij jullie met de avocado? Echt variërend van yoghurtbowls, toasts, pokeballs, hamburgers, salades natuurlijk. Binnenkort ook taco's, we hebben pizza's, we hebben zoete aardappels gevuld met guacamole. Noem het maar op. En waarom dan die avocado? Ja, waarom niet? Het is de meest voedzame vrucht ter wereld. Het heeft hele bijzondere eigenschappen. Dus de verzadigde vetten die erin zitten en eigenlijk alle voedingsstoffen die je wil, die kun je niet heel makkelijk uit andere producten halen. En het is onwijs veelzijdig. Je kunt het koud serveren, je kunt het grillen, je kunt het mashen, scheuren, heel laten vullen. Het kan zoet, het kan hartig, het kan allemaal. Maar ook omdat jij gewoon een slimme jongen bent en denkt van, hey, dit is niet alleen gezond, maar dit is ook een soort van hype dat iedereen aan de avocado is, of niet? Ik zal nooit, maar dan ook echt nooit ontkennen dat ik een slimme jongen ben. Maar is het een hype? Met name als je als ondernemer hier inspringt, kan het over een jaar weer wat anders zijn? Nou, ik denk dat het vooral ligt aan je perspectief op de wereld. Dus als je alleen kijkt naar Nederland, begrijp ik dat mensen zeggen, oh, dit is een hype. Als je uitzoomt en je kijkt naar de wereld, dan is het al, 300 jaar cultuur in Zuid-Amerika of zo. Dus het is hier een soort van nieuw en tijdelijk en spannend ding. Alleen, het heeft zichzelf al bewezen in Zuid-Amerika, in Australië, in Noord-Amerika. Daar is de hele markt al verzadigd daarmee. En vindt iedereen het ook normaal om dat erbij te bestellen. En hier vinden we het nog spannend. Straks ligt hij gewoon de rest van je leven in de supermarkt en eten we het gewoon standaard in ons dieet. Ja, een beetje zoals hoe het met de mango is gegaan. De introductie van de mango, de introductie van de ananas. In Nederland, weet je, als je 20 jaar terugspoelt, was dat er ook niet. Ja. Dat was er gewoon niet. En nu heb je mango alles. Van ijs tot sapjes tot weet ik veel wat allemaal. Ja. En vinden we het heel normaal. En dat zal met de avocado ook gewoon zo zijn. Het gaat settelen. Ja. Er is heel veel met avocado. Niet alleen bij de Avocado Show op de menukaart, maar in de hele wereld. Ja. Dus daarom even het volgende. We spelen avocado of avocado don't. Oh jee. Aan jou de vraag. Is dit er met avocado ergens in de wereld in de schappen? Of hebben wij het uit onze duim gezogen? Oh jee. Okay. En dan mag je er ook bij zeggen of je het wel eens geprobeerd hebt. Ik vind het avocado of avocado don't. Avocado mayonaise. Is er sowieso, heb ik wel eens gemaakt. Nee, maar dan niet zelf gemaakt. Maar kun je het kopen? Avocado mayonaise. Je kunt het bij mij kopen, dus ja. Ja, precies. Klopt. In de Amerikaanse supermarkten ook. $14 voor een potje avocado mayonaise. Jeetje. Een avocado rugtas. Is die er? Ik heb hem, dus ja. Je hebt gewoon alles met. Oké, kijk of je deze ook hebt. Avocado condooms met avocado smaak. Avocado of avocado don't? Ik zou zeggen avocado don't. Ze zijn er wel. Ze zijn er wel? Ja, sterker nog. En dan heb je het weer over populariteit van avocado. In Kenia is het de best verkopende condoom met avocado smaak. Ja, natuurlijk. Ja. De avocado wc-bril. Ja, volgens mij is alles er gewoon. Heb jij ook of niet? De avocado babyrammelaar. Ja, die is er sowieso. Ja, en klopt. En inderdaad, die avocado wc-bril ook met afbeeldingen van avocado's natuurlijk. Ja, natuurlijk. En dan de laatste. Kun je je haar wassen met avocado shampoo? Ja, zeker. Ja, absoluut. Zelfs in Nederland ook. En dat doe jij ook gewoon. Hele grote merken die dat uit hebben gebracht. God, slim zeg. Hey, wat zijn de toekomstplannen voor jou? Nou ja, wc-brillen, babyrammelaars. Nou ja, de toekomstplannen voor ons zijn eigenlijk simpel. We hebben het restaurant is onderdeel van het merk. Dus de Avocado Show zien wij echt als een merk dat meerdere dingen mag en kan doen. Het belangrijkste dat wij doen is, wij verwerken sustainable avocados in hele leuke dingen. Dus vooral in eten. Dat noemen wij pretty healthy food. Dat kun je dan eten bij onze restaurants of bestellen of wat dan ook. Maar er gaan ook eetproducten de supermarkt in het einde van het jaar. We hebben een hele merchandise line. We gaan gezonde, edible cosmetics maken ooit. We gaan allerlei hele toffe dingen doen. En dat is vooral leuk. We zijn ook bezig met het terugbrengen van de waste. We willen de waste reduceren. En van alles wat ze daarvan weggooien, willen wij leuke producten maken. Dat hoort allemaal bij het merk de Avocado Show. Terwijl we dus proberen om in alle leuke wereldsteden open te gaan.
Ron Simpson, wat is de volgende plek waar je naartoe gaat om een winkel te vestigen, om aan te kloppen? Oeh, ik weet het wel, maar ik mag het nog niet zeggen. Okay. Maar het is wel Europa. Zeg maar, alle hoofdsteden van Europa zijn we letterlijk mee in gesprek. Er is er geen één waar we niet mee praten. En de vraag is, wat wordt de volgorde en hoe gaan we het doen en kunnen we de juiste partners vinden? Heel veel succes. Dank Ron Simpson van de Avocado Show.